Hey, welkom allemaal. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Tamara de Weijer. Ik ben huisarts al ruim 7,5 jaar inmiddels. Nu nog waarnemend huisarts, maar ja, bijna is het zover. Ik start bijna mijn eigen praktijk samen met een collega, Rogier Karsmakers, in Nijkerk. Het is een huisartsenpraktijk die, nou ja, het zal jullie niet verbazen met positieve gezondheid en voeding en leefstijl als hoeksteen. Hè, dus waar ook gewoon medicatie hoort voorgeschreven, waar ook wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Maar waarbij voeding en leefstijl en positieve gezondheid wel een superbelangrijke rol gaan krijgen in, ter preventie, maar ook in de behandeling van aandoeningen. Ik spreek eventjes. Ja, volgens mij gaat dit hartstikke goed. Ik vind het ongelooflijk leuk. Ik heb heel veel zin in vanavond. En deels omdat het gewoon hele leuke dames zijn, Willemijn en Karen. Maar deels ook omdat het de eerste keer is dat ik dermatologen spreek. Die zeggen, ja, leefstijl is super belangrijk bij darmaandoeningen, bij huidaandoeningen. Kijk, zie je nou, dus zo niet gewend ben ik om het uit te spreken. Bij huidaandoeningen. Ik ben ongelooflijk blij dat jullie er zijn, Willemijn en Karen. Voor mij, Willemijn, ben jij de bovenste. Willemijn Plokker, hè, dus dermatoloog, en Karen Houtman. Dus degene zonder bril is Willemijn en degene met bril is Karen. Even om het makkelijk te maken. We hebben afgesproken, we mogen elkaar gewoon bij de voornaam noemen. En volgens mij, jullie hebben 2 prachtige praatjes klaarstaan. We zijn er weer tot 9 uur. Stel je vraag gerust. Willemijn heeft eerst een praatje. Heb je nou vragen, stel ze in de chat. Na jouw praatje hebben we even kort een blokje ook om die vraag te beantwoorden. En daarna, Karen, heb jij nog een praatje ongeveer van een kwartier, 20 minuten. En daarna hebben we nog een blokje voor vragen. Stel nu dat die vastloopt, dan ligt het vaak aan je verbinding. Druk dan op de knop opnieuw verbinden. Je krijgt na afloop ook weer de opnames toegestuurd. Dus stel nou dat het echt allemaal niet lukt en geen idee, je computer heeft er echt helemaal geen zin in. Dan geen noodje, na afloop krijg je sowieso de presentaties en de praatjes toegestuurd. Nou, dan rest maar niks anders dan jullie veel plezier te wensen. Dan ga ik even jou een nieuwe presentatie. En dan moet ik hier aan. Dan gaat mijn beeld even uit en mijn geluid ook zo meteen. En dan wens ik jou veel plezier, Willemijn. Dankjewel, Tamara. Superleuk om vanavond een stuk mogen te vertellen van waar Karen en ik samen mee bezig zijn. Zoals gezegd, ik werk als dermatoloog samen met Karen in Dermenhaven in Rotterdam. Dat is buitenpolie van het Erasmus. En Karen gaat in het tweede stuk uitgebreid vertellen wat wij binnen Dermenhaven doen. Zelf werk ik naast mijn werk als dermatoloog in Dermenhaven ook nog in een poli met 2 huisartsen en een acupuncturist, als leefstijlcoach en als mind-body-energy arts. Dat is een mond vol. En wat ik daar doe is dat ik eigenlijk de lagen afbel van lijf, met ook voeding, beweging en slaap. En dan de emotionele laag eronder. En dan ook nog de laag eronder, hoe zit je in je energie. Ik ga beginnen. Allereerst, mijn presentatie bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste deel gaat over allergieën en huidproblemen. En het tweede deel gaat over voeding en huidproblemen. Nou, de vraag die misschien wel het meest gesteld wordt in de spreekkamer is toch echt wel, komt mijn huidaandoening door een allergie? En daar ga ik zo meteen in de komende minuten met jullie doorheen wandelen. Wat voor mij altijd heel belangrijk is als deze vraag gesteld wordt, is wat is nou het doel van deze vraag? En ik stel deze vraag ook wel eens, want uiteindelijk komt iemand natuurlijk bij mij omdat hij of zij van zijn huidaandoening af wil. Maar dan is ook een beetje de vraag, stel dat er een allergie zou zijn, dat is natuurlijk fantastisch. Want eigenlijk is een allergie hebben, betekent dat er een soort externe schuldige of een boosdoener is die de oorzaak is van de allergie. En ja, dan is het natuurlijk helemaal fijn als je die boosdoener of die allergie wegneemt, dat dan die huidaandoening voorbij is. Aan de andere kant, stel dat dat nou niet het geval is, dat er een externe boosdoener is van buitenaf, ja, dat is dan toch eigenlijk ook, dan kom je ineens van, ja, maar wat is er dan aan de hand? Hoe werkt dat dan? Heel even eerst, voordat we inzoomen op de allergieën, een stukje over de huid. De huid is eigenlijk net als een huis met bakstenen. Er zijn eigenlijk, zoals je hier ziet, allemaal baksteentjes. En de bovenste laag bakstenen, daar is gewoon verbinding tussen binnen en buiten. Eigenlijk is de huid een zeef. Bij een gewoon intacte huid is het zo dat er een beetje water verdampt uit de huid. En dat er ook aan de buitenkant op de huid is het eigenlijk een soort dierentuin. Net een soort Blijdorp. Er zijn allerlei bacteriën, virussen en schimmels. Alleen dat zijn de bacteriën, virussen en schimmels die bij ons horen. Dat zijn onze thuishuisbewoners. Er zijn natuurlijk, zoals we in deze tijden allemaal goed weten, ook allerlei bacteriën, virussen en schimmels die we misschien liever niet bij ons hebben. Maar bij een intacte huid, een gezonde huid, dan hoeven we niet zo bang hiervoor te zijn. Deze bacteriën, schimmels en virussen worden tegengehouden door de huid. Daarnaast is er nog een andere groep, allergenen. Allergeen betekent iets waar je allergisch voor bent. En stel dat ik iets op mijn huid doe waar ik niet zo goed tegen kan, maar mijn huid is helemaal intact, dan is de kans dat hij daarop reageert niet zo groot. Misschien is het toch goed om even te zeggen, er staat op de sheet een woord micro-organisme. En micro-organisme is een verzamelnaam voor deze bacteriën, schimmels en virussen. Stel, er is een andere situatie. Er is een verstoorde huidbarrière. Nou, een van de meest bekende aandoeningen met een verstoorde huidbarrière is dan ook eczeem. Als een verstoorde huidbarrière is, dan is het weer een totaal ander verhaal. Je ziet het hier eigenlijk ook aan het plaatje. We bestaan als mens ongeveer voor 75% uit water. En dat is, in de huid is ook enorm veel water aanwezig. Maar als die barrière verstoord is, dus als die bakstenen los liggen, dan verdampt er ineens enorm veel water uit de huid. En als dat water uit de huid verdampt, dan is het eigenlijk een beetje een logisch gevolg dat die huid ervan droog wordt. En dat soms zien we dat ook heel duidelijk bij mensen. Dat ze eerst, of bij kinderen soms ook wel, eerst een droge huid hebben. En als dat doorgaat, dat er dan in een latere fase eczeem komt. Soms is er natuurlijk ook meteen eczeem, maar dat is zeker ook wel dat er eerst droogte is en dat het uiteindelijk dan echt eczeem wordt. Dus water wat verdampt, dat leidt tot droogte van de huid. Aan de andere kant is, als er een verstoorde huidbarrière is, dus de bakstenen liggen los, dan kan het ook zo zijn dat als ik dan ineens een bacterie, een schimmel of een virus of iets heb waar ik eigenlijk niet zo goed tegen kan opdoe, dat mijn huid dan enorm gaat reageren. Een belangrijk onderdeel van de behandeling van eczeem bestaat, en dat denk ik dat dat nu ook heel logisch is als je dit plaatje snapt waarin die barrière van de huid verstoord is, dus die huid eigenlijk nog veel meer een zeef is met wijde openingen, is dat er dan ook een vette zalf op de huid wordt gesmeerd. Een vette zalf is puur preventie, dus voorkomen voor de toekomst en een beschermlaag. Het doet niet iets op het proces in de huid, maar het is wel echt een bescherming. En daarbij is nu ook heel duidelijk met dit plaatje, er verdampt minder water uit de huid, dus de huid is ook minder droog. Nu twee situaties. Stel, er is rust, er is van buiten, alles is helemaal pais en vree, prachtig, niks aan de hand. Dit is een huid, wat haren, de bovenste laag van de huid die een beetje roze is en de onderste laag van de huid die gelig is. In die laag daaronder zie je rode en blauwe lijntjes. Dat zijn de bloedvaten. Nou, prachtig, niks aan de hand. Stel, er is een andere situatie. Er is daadwerkelijk een gevaar van buiten. Bacterie, een virus, een schimmel, misschien een muggif. Wat gebeurt er dan in de huid? In de huid, dat rode of dat blauwe bloedvaatje is een beetje afhankelijk hoe je dat wil zien, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dat bloedvat, dat gaat wijd openstaan. En met het wijd openstaan van dat bloedbad kunnen er allerlei eigen ontstekingscellen, afweercellen, die kunnen uit dat bloedvat naar buiten gaan. Ik vergelijk het ook wel eens dat dat eigenlijk je eigen soldaatjes zijn. Die kunnen gewoon hartstikke goed vechten, dat is een goed getraind leger. En ja, op het moment dat er daadwerkelijk gevaar van buiten is, gelukkig is ons lichaam in staat om dan dat bloedvat wijd open te zetten en die soldaatjes naar buiten te laten gaan. En ja, dat zijn dan wel net wel degenen die ons beschermen tegen alles vanaf buiten. Ik heb hier nu in dit plaatje, in die gele laag in de huid, een soort grijze rondjes getekend. Daarmee bedoel ik eigenlijk dus die soldaatjes of ons eigen afweersysteem. nog heel even terug naar eczeem, omdat dat zoveel voorkomt. Een onderdeel van de behandeling van eczeem kan zijn dat je ervoor kiest van, hé, maar die soldaten, die hebben bij eczeem namelijk helemaal geen functie. Dan is er geen gevaar van buiten, dan is er geen bedreiging. Die mogen terug in hun hoek, die mogen terug in dat bloedvat. En dan kan je ervoor kiezen om een ontstekingsremmende crème, een medicijn, op de plek waar die soldaatjes aanwezig zijn. En hoe zie je dat nou aan de buitenkant? Ja, dat zie je doordat er aan de buitenkant roodheid en schilfering is. En eigenlijk bij eczeem dan ook altijd jeuk. We hadden het over het gevaar. Stel, er is een reëel gevaar. Ik denk dat we dat net een beetje toch uitgebreid benoemd hebben. Het lichaam gaat ons beschermen. Nou, wat fantastisch dat het dat kan. Aan de andere kant is er soms ook een niet-reëel gevaar. En ontstaat er toch een reactie van de huid. Als dat de situatie is, noemen we dat een allergie. Allergieën komen op de huid veel voor bij huidproducten. En dat kan inderdaad zijn bijvoorbeeld shampoo, zeep of douchegellen. Stel je hebt een allergie voor een huidproduct. Hoe gaat dat dan? Heel vaak in de praktijk is het zo dat of de persoon die komt, die zegt, ja, maar ik merk eigenlijk altijd dat als ik mijn douchegel, mijn shampoo, mijn whatever gebruik, dat ik dan daarna jeuk krijg, dat het erger is, mijn eczeem. Ik had altijd al het gevoel als ik parfum opdeed, dat dat niet lekker voelde. Het grappige is dat als ik echt goed luister, dan vertelt iemand het eigenlijk vaak zelf. Een andere reden voor het onderzoeken of er wel of geen sprake van een allergie is, dat als we ervoor kiezen om inderdaad dus die beschermlaag met dat vet, met die barrière, en aan de andere kant een medicijn, als dat onvoldoende werkt, dan kan het zijn dat er inderdaad een allergie is voor een product wat op de huid plaatsvindt of wat je op de huid aanbrengt. En de manier waarop je dat kan testen, of je een allergie hebt voor een product wat je op je huid aanbrengt, dat kan je doen door plakproeven. En plakproeven noemen we in het ziekenhuis epicutaan allergologisch onderzoek. In het ziekenhuis kiezen we er vaak voor om dingen moeilijke woorden te geven. Ik weet ook niet waarom we dat niet gewoon appel en kaas noemen, maar epicutaan allergologisch onderzoek. Nou, zoals net al een beetje gezegd, vaak douchegel, shampoo, handzeep, dat soort producten en ook cosmetica. Wat zijn nou de grote groepen die we vaak ontdekken als er allergietesten gedaan worden? Nou, de meest voorkomende groepen zijn toch wel de geurstoffen. Geurstoffen worden natuurlijk in producten gebruikt. Waarom? Omdat ze lekker ruiken. En ergens gaat er, als je weer die zeef die de huid is voor je ziet, als je heel vaak geurstoffen gebruikt, dan kan het zijn dat er zo'n loopje aangaat, dat onze eigen soldaatjes, ons eigen afweersysteem gaat vechten tegen die geurstof. Dat hij die herkent als, daar is een gevaar. Hetzelfde geldt voor conserveringsmiddelen. Waarom zitten er nou conserveringsmiddelen in cosmetica? Stel dat ik een douchegel koop en er zit geen conserveringsmiddel in. De kans dat als ik deze douchegel in mijn douche zet en lekker warme omgeving, lekker warm douchen, dat vind ik namelijk heerlijk, dat ik die douchegel na 2 weken open doe en dat er dan zwarte vlokken in groeien en dus schimmels, die is heel reëel. Dus uiteindelijk vind ik het toch fijn dat er een conserveringsmiddel in zit. Is dat altijd goed als ik eczeem heb? Vaak niet. Weet je, dat kan toch vaak betekenen dat er dus inderdaad een reactie op de huid van kan komen. En een ander veel voorkomende stof die eruit kan komen als je dan van die allergietesten doet, is een zeepmaker. En een zeepmaker is eigenlijk een stof die in zeep wordt gestopt, zodat het daadwerkelijk ook wat schoonmaakt. Rechtsbovenaan is een plaatje van een rug en daar zie je hoe dan zo'n plakproef wordt gedaan. Er worden een aantal producten, dat wisselt heel erg per centrum, per ziekenhuis, 30 tot 50, soms wel meer producten op de rug geplakt. En dan gaan ze kijken, heb je daar inderdaad een, zoals dat heet, contactallergie voor. Stel, er is wat gevonden. Het gevoel is, hoera, ik heb een allergie. En stel, ik heb een allergie voor geurstof. Nou, prachtig, kijk naar al mijn producten en ik vermijd de geurstof. Is dan mijn huidaandoening weg? Een deel van de mensen heeft dat wel en heel eerlijk, de meeste mensen helaas niet. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik een allergie heb en ik vermijd het product waar ik niet tegen kan en dan is mijn hele eczeem verdwenen. Het is natuurlijk aan de andere kant wel zo dat als ik eczeem heb en ik heb een allergie voor een geurstof en ik gebruik die steeds, dat wat ik dan wel doe, dat de kans dat dat aanslaat, dat het werkt, dat die veel kleiner is. Dus het is wel degelijk een hele belangrijke bevinding. Aan de andere kant is een allergie hebben helaas niet altijd, heel soms wel hoor, maar meestal geen garantie dat dan daarmee je hele huidaandoening weggeeft. En daarmee kom ik eigenlijk ook weer terug op die vraag die ik aan het begin eigenlijk op de eerste sheet stelde, van wat is het doel van het hebben van allergie? Want het is ontzettend belangrijk voor mij en ook voor de persoon die tegenover mij stond, om te realiseren van, maar wat betekent dat? Wat ik nog leuk vind om erbij te vertellen, dat is eigenlijk een hele praktische huistuin- en keukentip. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, aju paraplu met je allergietest, daar heb ik helemaal geen zin in. En dan zeggen ze, maar wat moet ik dan gebruiken? Nou, er is bijvoorbeeld, stel dat je nou over douchen hebt, zeep. Een product dat heet olijfoliezeep. Dat wordt ook wel Aleppo-zeep genoemd. En dat is letterlijk een zeep waar olijfolie, glycerine en water in zit. Het is te saai voor woorden. Het is een groen stukje zeep. Er zit niks lekkers. Het zit niet in een flesje. Maar het is een droog product. En daar hoeft inderdaad geen conserveringsmiddel in. Want dat is gewoon droog. En dat kan ik prima in mijn douche leggen. Dat schimmelt niet weg. En over het algemeen, als mensen zeggen van of aju-paraplu of überhaupt gewoon graag iets willen waar gewoon weinig producten in zitten. Dan is zoiets, een olijfoliezeep of Aleppo-zeep, kan enorm helpend zijn. En nogmaals, ik vertel hier geen verhaal van dit moet je doen. Alles wat je doet is toch uiteindelijk altijd een keuze van past het bij jou? En wat nog grappig is om te zeggen, kijk, ik denk dat mijn oma en misschien ook voor de mensen die kijken, jullie oma's, die hadden geen douchegel in een flesje. Die hadden waarschijnlijk alleen maar een droog stukje zeep. Ja, misschien was dat eigenlijk ook best nog wel een hele slimme actie van ze. Speelt voeding een rol bij huidziekten? Onderwerp 2. Belangrijk is allereerst wel toch ook voor ons als dermatoloog of als huisarts of als arts überhaupt om een voedselpatroon uit te vragen. Ik moet heel eerlijk toegeven dat toen ik ooit opgeleid ben als dermatoloog, ik nooit naar voeding vroeg. Toen ik begon, ik ben nu 10 jaar dermatoloog, deed ik dat niet. Ik heb dat toen destijds niet zo geleerd. Er komt gelukkig, mede ook door Tamara en door andere artsen, daar veel meer bewustzijn op voeding. Een voorbeeld. Ik heb inderdaad een keer een oudere man gehad die bleek, toen ik dus nu de laatste jaren ben ik hier heel erg mee bezig, maar alleen Red Bull dronk en chocola at op een dag. Nou, die voelde zich op zichzelf goed gevoed. Of gevuld, misschien kan ik dat beter zeggen, gevuld. En die had erg eczeem. En dat was zodanig erg dat daar ook allerlei consequenties aan vastzaten. Geen vakanties meer. Overigens heb ik de gegevens van de echte patiënt enigszins veranderd om de privacy te waarborgen. En zal Karen dit ook doen. Je kan je voorstellen dat toen ik hiermee in gesprek ging, om eens te kijken gewoon van, wat zouden we nou met voeding kunnen doen, wat voor hem een reële stap was, is uiteindelijk dat eczeem met minimaal gebruik van medicatie enorm goed gegaan. En uiteindelijk kon die zelfs met alleen maar een vette crème, zonder medicijn, kon die verder. En dat is natuurlijk wel echt heel tof. Daar word ik zelf natuurlijk ook super blij van als dat lukt. En aan de andere kant is ook nog iets wat ik erbij wil noemen, is, er zijn soms ook bij wijze van pubers, die hebben eczeem. En dan blijkt dat er bijvoorbeeld bij het eten 's avonds, dat er, om wat voor reden dan ook, externe druk is. Je moet gezond eten, of er is ruzie, of noem het maar. Druk kan op allerlei factoren bestaan. En externe druk bij het eten kan ertoe leiden, bij wijze van als je puber bent, dat je denkt, ik ga dat lekker helemaal niet doen. Ik ga daadwerkelijk gewoon naar de McDonald's. Dus hierbij, dit was een voorbeeld van iemand waarbij dat gebeurde, waarbij eigenlijk toen die druk werd losgelaten en misschien er inderdaad eigenlijk wel wat ongezonder werd gegeten, toch dat eczeem tot rust kwam. Omdat eigenlijk voeding en het lijf en ook dus de druk of misschien de emoties allemaal ook een rol spelen bij het eczeem. Een voedselallergie, dat is denk ik wel, ik heb net genoemd de meest gehoorde vraag is, heb ik geen allergie? Met stip op plaats 2 of op plaats 1,5 staat, heb ik geen voedselallergie. Een voedselallergie is, zeg maar, zoals dat echt nog steeds echt zo is, in de geneeskunde echt een heel welomschreven geheel. Dat betekent dat ik eet of drink melk of een ei en binnen 2 uur nadat ik dat voedselproduct nuttig, krijg ik of een reactie op mijn huid, en dat zijn dan met name eigenlijk galbulten, of ik krijg enorm veel last van mijn buik of diarree, of ik word bij wijze van kortademig. Nou, dat is natuurlijk wel echt een serieuze reactie. Als dat het geval is, en dat komt zeker voor, ook bij mensen met eczeem, dan gaan mensen altijd naar de allergoloog. Het bijzondere van dit stuk wat ik nu beschrijf is, moeders die met kinderen komen die echt een voedselallergie hebben, die komen niet binnen, misschien heb ik een voedselallergie. Die zeggen, ja trouwens, ik gaf mijn kind pindakaas en toen gebeurde er dit. En ik heb het ook al lang niet meer gegeven. Iemand die een allergie heeft voor iets, die geeft dat zelf al niet meer. Dat zijn mensen die twijfelen er helemaal niet over. Wat wel dan bij de allergoloog gebeurt, als je echt zo'n duidelijk verhaal hebt, is dat er dan, als je echt een duidelijk verhaal hebt, provocatietesten worden gedaan. Provocatietesten betekent, ik geef het middel en ik kijk hoeveel van dat middel kan ik geven dat het nog veilig is. Een ander iets wat de allergoloog kan doen, stel dat een kind heeft inderdaad weer die pinda gegeten, nou die moeder heeft die al lang vermeden, maar die moeder denkt, ja wat moet ik nou? Mag ik nou wel hazelnootpasta geven aan mijn kind? Mag ik nou wel andere voedingsproducten geven? Dan kan de allergoloog preventief huidpriktesten doen. En huidpriktesten betekent dat je, en dat staat op het bovenste plaatje, een klein stukje product in de huid aanbrengt en dan binnen een paar minuten kijkt, hey, ontstaat daar inderdaad een galbultje. De meest voorkomende producten bij kinderen waar voedselallergieën voor bestaan, zijn toch wel koemelk, tarwe, pinda, hazelnoot en soja. En dit vraag ik meestal ook bij kinderen als er iets in het verhaal naar boven komt van is er sprake van een voedselallergie, van hoe gaat het met deze voedingsmiddelen? Kan je dat gewoon eten? Krijg je dan binnen 2 uur klachten? En dan weer de vraag, ja, misschien ruiken jullie me al een beetje, maar stel, ik heb een kindje met eczeem en het kind heeft een koemelkallergie. Of het kind heeft een pinderallergie. Is mijn huidaandoening dan helemaal weg? Nou, hier geldt eigenlijk weer precies hetzelfde voor. Ja, natuurlijk zijn er kinderen die een koemelkallergie hebben en die zeggen, nou, ik heb geen koemelk meer en mijn eczeem is weg. Maar de meeste kinderen niet. Want uiteindelijk is een koemelkallergie is niet de oorzaak van het eczeem. Zeker niet waar we aan het begin van het verhaal mee begonnen. Er zitten natuurlijk veel biofactoren. Er zit natuurlijk die barrière. Het zit natuurlijk de ontstekingscellen in de huid zelf. Er zit natuurlijk nog die emotionele component. Nou ja, dus zo zijn er veel meer factoren die een rol spelen bij eczeem. Dus helaas is het ook niet zo dat een voedselallergie, dus het vermijden van hetgeen waar je allergisch voor bent, altijd leidt tot dat je eczeem dan weg is. Dan iets wat toevallig ook de laatste tijd wat meer binnen mijn spreker als vraag kwam, van, maar heb ik dan geen intolerantie? Een allergie is echt een reactie waarbij echt je afweersysteem gaat vechten tegen dat wat je nuttigt. En intolerantie is echt een niet-allergische reactie. Ik kan zeggen, uiteindelijk is het een naam, hè? Maar goed, het is niet een allergie. Het is echt wat anders. Want wat is een intolerantie? In het lichaam hebben we allemaal stofjes, enzymen, die helpen bij het omzetten van het product van de ene kant naar een andere kant. Dat het lichaam het makkelijker kan gebruiken bijvoorbeeld, om er energie van te maken bijvoorbeeld. Nou, wat is nou de meest voorkomende vraag over intoleranties? Is een lactose-intolerantie, want lactose komt voor in koemelk. En bij een lactose-intolerantie mis je of helemaal, of heb je minder een enzym, dus dat stofje wat helpt bij het omzetten van dat lactose, zodat we daar ook echt wat mee kunnen in ons lichaam, mis je een stuk van dat, of een bepaalde hoeveelheid, dus mindere mate aanwezig van dat enzym. En zo kan je lichaam de melksuiker, en dat is de lactose, niet goed omzetten en dus niet goed gebruiken. Wat voor klachten geeft de lactose-intolerantie? Winderigheid, diarree, verstoppingen en buikpijn. En uiteindelijk is het zo dat het is dus ook met een lactose-intolerantie niet zo dat je direct kan zeggen, oh, dan is dat dus de oorzaak van mijn eczeem. Het is weer een beetje herhaling wat ik nu inmiddels vertel. Maar, en natuurlijk is het zo dat als jij continu heel veel melk drinkt en je hebt een lactose-intolerantie, dan krijgt je lichaam daar natuurlijk hartstikke stress van. Van buikpijn voel je je natuurlijk helemaal niet lekker. En dat kan natuurlijk wel degelijk zijn dat daarmee er een of moeilijker te behandelen eczeem of een erger eczeem ontstaat. Wat ook voor mijzelf heel fijn is, want ik ben zeker geen lactose-intolerantie-expert, want ik ben dermatoloog en dat doen toch vaak of kinderartsen of internisten of allergologen. Maar wat heel fijn is om uit te vragen is, als iemand goed kan tegen karnemelk of yoghurt of harde kaas, dat zijn zure melkproducten en niet goed tegen melk kan, ja, dat is inderdaad wel, hoe noem je dat, suggestief, zeg maar. Dus dat zou dan wel kunnen dat dat in het kader is van een lactose-intolerantie. Ja, wat is nou een passend voedingspatroon voor een huidpatiënt? Ja, dan ga ik ook weer terug naar, ik kan als dokter gaan zeggen, ik ga jou vertellen wat je moet doen. Maar dan ga ik misschien wel hetzelfde doen als dat voorbeeld wat ik noemde van die ouders die zeiden dat dat kind zo gezond moest eten. Als ik ga zitten met mijn witte jas en ik zeg, nou, jullie gaan nu allemaal links wandelen, dat werkt niet. Dus het begint eigenlijk met de vraag, wat wil je? Wil je iets veranderen met je voeding? Is voeding datgene binnen jouw huid waar jij mee aan de bak wil? En bij wijze van, ik kan het echt het allerprachtigste model hebben voor voeding en zeg nou dit, dat kan je doen. Maar als je inderdaad, zoals het andere voorbeeld wat ik noemde van die oudere meneer die inderdaad Red Bull at en chocola, dan kan ik echt een fantastisch voedingsplan voor hem maken. Maar bij deze persoon was het gewoon genoeg om Red Bull en chocola te blijven eten en drinken en iets toe te voegen. Wat voegde die toe? Groenten, water, een stukje vis. Dus iets toevoegen en helemaal niet eens wat weg te laten. En dat was dus gewoon wat op dat moment passend was. Want als ik dat had gezegd, ja, je mag dat nu helemaal weglaten, dan had hij misschien wel gedacht, nou deze dokter ga ik nooit meer heen, want die duwt mij in een hoekje waar ik helemaal niet in wil. En de vraag is, wat wil je bereiken? Want het is wel degelijk zo dat ik echt een deel van de patiënten heb die met voeding aan de bak zijn gegaan, die echt helemaal hun eczeem kwijt zijn. Alleen, het is geen garantie. Het is niet zo, het is net als met die allergie, een voedselallergie of een huidallergie. Het is niet zo van, oh, ik ga met mijn voeding aan de bak, dus ik heb gewoon een soort, ik krijg een soort vinkje, prima, hoe dan ook, je hele eczeem gaat weg. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat zo was, maar het is dus wel zo, als je zelf voelt, ik wil sowieso met voeding aan de bak en daarnaast kan het me wat opleveren voor mijn eczeem, ja, dan kan je natuurlijk alleen maar wat winnen. Of ik heb eigenlijk toevallig ook last van mijn darmen en ik zou misschien wel wat gewicht kwijt willen. Dan kan dat natuurlijk super motiverend zijn om daarmee aan de bak te gaan. En dan is er ook nog iets, welke methode word je blij van? Want ik heb inderdaad mensen op de poli gehad die zijn gaan intermittent vasten. Dus dat betekent een deel van de dag niet eten en een deel van de dag wel eten. Er zijn mensen die zijn minder koolhydraten, dus minder suikers, koekjes, pasta, brood, snoepjes gaan eten. Ik heb ook mensen die zijn met het programma van Tamara mee gaan doen online. Alles is mogelijk, weet je. En het gaat er natuurlijk om welke methode past bij jou. En daarnaast, er zijn op internet dingen te vinden. Er zijn heel veel fantastische therapeuten buiten het ziekenhuis die onwijs veel mooie dingen doen. Maar dat moet je zelf betalen. En gelukkig is Tamara er met haar leefstijlprogramma, wat dus wel vergoed wordt. Dus zo zijn er echt heel veel wegen die naar Rome leiden. Dus wat mijn credo eigenlijk is niet dat ik zeg, je moet dit doen. Maar dat ik echt met de persoon die tegenover me zit samen op zoek ga van waar sta je nu en waar zit jouw verlangen? En kijk, als ik dan natuurlijk toch even wil zeggen, weet je, de mensen die inderdaad helemaal eczeemvrij zijn geworden, want ik denk dat iedereen denkt, ja, hallo, leuk verhaal, maar hoe zat dat dan? Dat zijn inderdaad wel de mensen die zijn inderdaad over het algemeen of gaan vasten of inderdaad vers gaan eten, minder koolhydraten, dus minder suikers, brood, pasta, meer eiwitten, dus vlees, vis en gezonde vetten. Dus dat is dan wel, als ik dan algemeen wat zeg, zijn dat wel de basisdingen. En ook, we begonnen het verhaal met die huid waar water in zit. Water drinken. Dus stel, ik doe het zelf ook, ik drink heel veel koffie. Maar ik probeer dan altijd een glas water naast mijn koffie neer te zetten. Want die koffie ga ik ook niet wegdoen, maar ik voeg wel water toe. De laatste sheet. Let op de barrièrefunctie van de huid. Je kan een medicijn gebruiken voor de ontstekingscellen. Cosmetica kunnen een rol spelen. Een voedingsallergie is echt alleen bij bepaalde klachten. En een voedingsaanpassing is wat past bij jou, waar word je blij van. En wees je bewust van het feit dat emoties en externe druk een rol kunnen spelen. Ja, zet ik ook even mijn microfoon uit. Nou, fantastisch. Dankjewel, Willemijn. Nogmaals, ik ben zo blij dat jij als dermatoloog, jullie als dermatologen hierin vast hebben gebeten. En ik hoop echt dat, nou, nu is het nog redelijk nieuw. Ik denk dat weinig mensen die zeggen van, oh, mijn dermatoloog had het heel erg over leefstijl. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het even in de chat weten. Hè. Heb je een huidaandoening? Zo ja, welke? Wil je nog specifieker dingen weten? En heb je het met je dermatoloog wel eens over leefstijl gehad? En wat ik heel mooi vond in je verhaal was, je kan soms zeggen, nou, je moet dingen weglaten. Maar soms is het ook wel goed om dingen toe te voegen. En daardoor krijg je misschien wat minder weerstand. En ik denk, nou ja, dat zal voor de een heel anders zijn dan de andere. De een vindt het heerlijk om te denken, nou ja, ik gooi alle slechte producten eruit. Ik ga helemaal gewoon strak, beperkt eten. Of ik ga vasten. Of ik ga mijn hele voedingspatroon rigoureus omgooien. En bij de ander werken kleine stapjes veel beter. Dus ik denk dat is wel iets wat je heel erg mooi aan hebt gegeven. Dat is heel persoonlijk. Ja, en hier blijft, en dat is ook een van de hoeksteen van ons programma, is wees je eigen onderzoeker. En kijk wat bij jou past, wat voor jou goed voelt, waarvan jij effect ook ziet. Het is best wel lastig, heb ik gemerkt. Ik weet niet wat jouw ervaring daarbij is, om heel hard wetenschappelijk bewijs te krijgen voor welk voedingsmiddel precies huidaandoeningen heeft. En dat is natuurlijk ook, ja, omdat wij heel vaak willen wij een heterogene groep, hè, dus of een homogene groep, dus een groep die zoveel mogelijk hetzelfde is, zijn vaak gezonde mannen. Niet te oud, niet te jong. Ja, maar iedereen is natuurlijk anders en iedereen heeft een andere samenstelling en iedereen heeft een ander microbioom. Dus ja, ik denk dat het best wel moeilijk is om te zeggen, nou, er is één voedingspatroon. Nou, als je dat gebruikt, maar ik denk wel wat je heel mooi aangaf, hè, echt suikers, dus minder suikers, meer groenten, wat minder koolhydraten, met name de snelle koolhydraten. Ja, en voldoende drinken, dan kom je toch al best wel een heel eind. Ik heb van Salima een goede vraag nog tussendoor. Is welke producten moet je vermijden bij rosacea? En dat zijn natuurlijk met name ontstekingen die vaak toch hier zitten. Soms hebben mensen het ook al volgens mij bij de kin. Heb je daar nog een advies voor? Wat leuk is om te weten, wij zeggen dan rosacea, maar rosacea kan ook. Ja, dat is ook altijd weer zo grappig, dat wij kiezen dan er weer voor om het op een bepaalde manier uit te spreken. Maar het gaat gewoon, ik snap heel goed wat je bedoelt, Salima. Wat het is, er zit hier is precies voor hetzelfde verhaal, er zit bij deze aandoening een mijt in de haarzakjes. En die is meer aanwezig, die hoort gewoon bij ons. En omdat die meer aanwezig is, gaat het lichaam daar weer ontsteking op maken en de bloedvaatjes openzetten. En wat maakt dat die meid, waar doet hij het ontzettend lekker op, over het algemeen? En dat zijn allemaal weer een beetje zo van die algemene dingen. Maar toch eigenlijk wel hetzelfde als wat ik net zei. Toch ook, weet je, die gaat echt super lekker op als we heel veel suikers gaan eten. En sommige mensen merken natuurlijk juist specifiek bij deze aandoening ook dat rode wijn dus alcohol, maar ook soms producten zoals kaas, dat ze daar last van hebben. Maar dan is ook weer de vraag, moet je dat vermijden? Ja, volgens mij, die valt dus niet bij mij, weet je. Moet je dat vermijden? Ik denk dat de basis nog steeds staat met de dingen die we net zeiden. Dus niet veel koolhydraten, suikers, vers water, voldoende eiwitten en voldoende gezonde vetten. En daarbinnen, en alcohol hoort natuurlijk ook gewoon bij. En daar zit ook nog heel veel koolhydraten, eigenlijk een suikerstuk in. En moet je dan per se al die andere producten vermijden? Ik doe daar, eigenlijk ben jij je eigen dokter. Dus als jij merkt dat je elke keer als ik Franse kaas eet, heb ik erger last. Ja, dan heb jij gelijk. Want ik ga hier niet zeggen, oh, dat moet je per se vermijden. Want stel je voor dat ik dat tegen jou zeg en je moet dat vermijden. En jij, weet ik veel, wordt er hartstikke ongelukkig van. Dan sla ik de plank helemaal mis. Dus er is niet een soort absoluut lijstje van dat mag je niet meer hebben. Ik zou dan eerder samen met je gaan kijken van wat gebruik je nu en wat past bij jou. Ja, helder. Er zijn verder geen andere vragen binnengekomen. Dan zou ik zeggen, Karen, en staat nog wat te trappelen voor jouw presentatie. Dan ga ik starten. Nou, nogmaals dank Willemijn. Misschien komt er straks nog een vraag binnen voor jou verder. Maar laten we hier gaan starten. Dan wens ik jou veel plezier, Karen. Ja, Tamara, dankjewel. Super leuk dat ik nou iets mag vertellen over hoe wij dit dan verder in de praktijk doen. Willemijn heeft natuurlijk al best wel wat praktijkvoorbeeldjes gegeven. Ik vind het toch altijd leuk om nog te vertellen waarom dit zo is gekomen. En ja, dat is natuurlijk begonnen met een eigen bewustwording. Een aantal jaar geleden is er iets gebeurd in mijn eigen privéleven, waardoor ik toch even uit evenwicht was. En ik merkte dat ik met mijn rationele brein daar niet helemaal meer uitkwam. Het tot dan toe, ik kom natuurlijk uit een super rationeel nest ook. Super rationele opleiding gehad, geneeskunde. En ik merkte, ja, met die ratio los ik het nu even niet op. En toen ben ik in contact gekomen met mindfulness, yoga, meditatie. En dat heeft me onwijs veel gebracht. En zijn de schellen zo langzaam van mijn ogen afgevallen dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat ik geleerd had tot nu toe. Dus dat begon ik ook steeds meer de spreekkamer in te nemen. En word je je ook bewust van hoe dingen gaan. En dacht ik, ja, het is toch eigenlijk ook wel bijzonder dat ik ooit geneeskunde ben gaan studeren of een dokter geworden om mensen beter te maken. Misschien een beetje idealistisch gedacht, maar toch. En dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar als we echt mensen beter maken, dan zou die spreekkamer op een gegeven moment leeg moeten zijn. Maar ja, het tegenovergestelde is waar. En mensen blijven maar terugkomen. Wat natuurlijk absoluut nooit een verwijt is, maar wel denk ik het besef van misschien zitten we op een punt waardoor we dingen ook anders kunnen gaan bekijken dan dat we tot op heden gedaan hebben. En ik hoor natuurlijk ook in de spreekkamer, we hoorden het Willemijn natuurlijk ook al zeggen, heel vaak hebben patiënten natuurlijk ook de vraag van wat is nou echt de oorzaak? En op best wel veel dingen kunnen we wel een antwoord geven en weten we ook wel hoe dingen, processen lopen. Maar de vraag van waarom is er op dit moment bij jou, manifesteert zich deze huidziekte, is natuurlijk een vraag waar wij ook heel vaak geen antwoord op hebben. Dus zo merkte ik een beetje bij mezelf van, volgens mij kan ik gewoon meer doen voor die patiënt dan wat ik nu doe. Dus het was bij mezelf een verlangen van, ik heb gewoon behoefte om meer holistisch te gaan kijken. En merkte die behoefte bij de patiënt eigenlijk ook. Dus dat we niet zo focussen op altijd maar dat lijf en die klachten. Want we zijn natuurlijk meer dan ons fysieke lijf en onze mind. Mind, body, spirit. We zijn één. En ergens along the way hebben we dat helemaal uit elkaar getrokken. En wat mij betreft is het tijd dat het weer bij elkaar mag komen. Toen ben ik in aanraking gekomen met iemand die voor positieve gezondheid werkt. Dus die had mij iets verteld over dat concept. En ben ik ook een beetje op de website gaan kijken en onderzoek gaan doen. En toen dacht ik, wat prachtig, ook dit. Wij zijn natuurlijk vanuit de westerse geneeskunde, in de zorg, hoe we dat nu normaal doen, zo geneigd om te focussen op het probleem waar die patiënt mee komt. En in mijn geval dan een huidprobleem. En daar focussen we op. En daar duiken we op. En we gaan een probleem analyseren en een oplossing verzinnen. Terwijl mens is natuurlijk meer dan zijn huidaandoening alleen. En in mijn beleving is vaak ook het niveau waar de patiënt binnenkomt. Dus het huidprobleem is doorgaans niet het niveau waar een eventuele oplossing ligt. En dat vond ik dus ook zo mooi aan positieve gezondheid. Waarbij gewoon natuurlijk veel breder gekeken wordt. En niet zo gefocust is op die ziekte en die klacht. Maar juist op die mens zelf. En op zijn veerkracht. En wat is nou belangrijk voor jou? En ik realiseer me, Tamara heeft natuurlijk ook... doet veel met positieve gezondheid. Dus het gaat hier al veel over positieve gezondheid. Volgens mij is er pas ook nog een webinar geweest. Maar ik ga jullie toch, als in de kracht van herhaling... voor degene die het nog niet kende... toch nog kort heel even vertellen wat het precies is. Het is een gedachtegoed wat is opgericht door Machteld Huber. Die is zelf huisarts heeft heel erg veel tijd gespendeerd aan dit concept. En heel erg goed uitgezocht en uitgewerkt. En heeft gewoon eigenlijk een hele nieuwe definitie van het begrip gezondheid gemaakt. Ik vind het toch altijd wel grappig om de oude definitie... als je die leest, dat is dus echt nog een oudje hoor, uit 1948 van de WHO, dus de World Health Organization. Waarbij ze stellen dat gezondheid een toestand is van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden. En dus niet het louter het ontbreken van ziekten of gebreken. Nou, dat is best een ambitieuze. En op zich was dit al een hele stap voorwaarts. Toen, want daarvoor was het gewoon alleen maar, als je niet ziek, het ontbreken van ziekte of gebreken. Dus het feit dat er al aandacht werd gegeven aan iets geestelijks en iets sociaals was al fantastisch. Maar in deze huidige tijd, waarin we op steeds jongere leeftijd al onze eerste chronische ziekte te pakken hebben, is die toch wel vrij ambitieus. Want dat betekent dat het gros van ons eigenlijk nooit gezond is. Dus zij heeft een veel dynamischer concept van... gezondheid ontwikkeld, veel meer gebaseerd op veerkracht en gewoon eigen regie en functioneren. En dat resulteert in deze tool, dat wordt ook wel het spinnenweb genoemd. En er zijn dus 6 hoofddimensies gedefinieerd. Waarbij we de lichaamsfuncties hebben. Nou, die is vrij, hè? Heb je klachten, ja of nee, maar ook hoe slaap je, hoe beweeg je, hè? Hoe fit voel je je. Nou, je hebt het kopje mentaal welbevinden, hoe zit je mentaal in je vel. Maar dus ook bijvoorbeeld een kopje zingeving of spiritualiteit, hoe je het noemen wil. Doe je echt iets vanuit je hart? Nou, kwaliteit van leven... meedoen, hoe zit het sociaal, heb je vrienden en je dagelijks functioneren. Dus dat is ook, heb je werk, kun je rondkomen. Dus best wel heel veel dingen die wij natuurlijk normaal in de spreekkamer helemaal niet bespreken en helemaal niet weten van iemand. En zo kan je natuurlijk, dit is iets wat iemand dus dan kan invullen. En daarin, het is natuurlijk niet een goed of fout of een soort scorenlijstje, maar het is gewoon een hele mooie tool om inzicht te krijgen hoe het op dit moment met iemand is en wat voor hem of haar belangrijk is. Nou, dit is ook geïnspireerd op de Blue Zones, jullie wellicht bekend, maar toch wel mooi om nog even te noemen. Dit zijn namelijk gebieden, een aantal gebieden in de wereld waar mensen... heel gezond, heel oud worden. He, dus die hebben dus een relatief hoger percentage mensen boven de 100... maar die dan gewoon ook super gezond zijn in plaats van chronisch ziek. En dan hebben ze gekeken, hoe kan dat dan? En key is dan dus uiteraard... ja, het is toch een inkopper gezond eten... maar dus echt onbewerkt eten. Iets wat ze zelf verbouwen, vaak nog een traditionele levensstijl... en natuurlijk bewegen. Dus lekker in de tuintjes werken of even te voet naar een ander dorpje. Maar dus ook weer die zingeving. Super belangrijk. Sta je op met een ideaal. En ook het sociale stuk. Weet je, we zijn toch sociale dieren. Dus dat is belangrijk. Heb je de right tribe. Dus de juiste mensen om je heen om je ideaal mee te verwezenlijken. Of mensen op wie je kan terugvallen als het even moeilijk wordt. En dat is dus allemaal natuurlijk uiteindelijk weer verwerkt in die verschillende dimensies. Dit vind ik toch altijd wel een aardig plaatje om toch even te laten zien, omdat dit aangeeft toch wel inzichtelijk maakt, denk ik, waarom dingen misschien in de huidige tijd ook nog wel gaan zoals ze gaan. Dit is... Dus je ziet hier ook de verticale als een score van hoe belangrijk is dit voor jou. En hier op de horizontale as zie je die verschillende dimensies weer terugkomen. Dus lichaamsfuncties, mentaal, spiritueel. Nou, al die verschillende dimensies. En dan is aan heel veel mensen, alle stakeholders gevraagd, hoe belangrijk vind jij dat nou, dat domein? Hoe belangrijk vind jij nou lichaamsfuncties of spiritualiteit? Nou, en dan is het bovenste lijntje in het groen, dat zijn de patiënten. Dan zie je eigenlijk dat die zo'n beetje alles even belangrijk vinden. Misschien kwaliteit van leven springt er nog een beetje uit, maar eigenlijk zo'n beetje grosso modo vinden ze dat allemaal even belangrijk. En dan is in het blauw, het donkerblauw, die vind ik dan interessant omdat ik nou eenmaal arts ben, dat is het lijntje van de behandelaren. Dus verpleegkundigen en artsen. En daarbij zie je al die lichaamsfuncties, daar zijn we het allemaal ongeveer wel over eens, dat we die belangrijk vinden. Het mentaal scoort al ietsje lager, maar bij het spirituele of het zingevingsstukje zie je toch dat het lijntje echt een stukje lager ligt. En bij het sociale, maatschappelijke en het dagelijks functioneren ook. Nou ja, en als je dus kijkt naar bijvoorbeeld het gele lijntje, dat zijn de verzekeraars. En de alleronderste lijn, dat zijn de beleidsmakers. Daar zie je dat het op een gegeven moment helemaal ver uit elkaar gaat lopen. Dus ja, op het moment dat je natuurlijk misschien ook als behandelaar het minder interessant vindt of minder belangrijk vindt of denkt dat het minder belangrijk is en er is geen aandacht voor, ja, dan zal het ook niet besproken gaan worden in de spreekkamer. Dus, maar ja, omdat die patiënt dat allemaal wel belangrijk vindt, geeft dit denk ik heel mooi weer dat er ruimte is voor verbetering. Hoe doen wij dat dan? Ik zeg maar, toen dit allemaal een beetje bij mij begon te groeien, een aantal jaar geleden werkte ik nog in een wat meer commerciële kliniek. Dus daar kon ik dit niet zo heel goed van de grond krijgen. Ik kon ook nog helemaal geen collega's vinden die er hetzelfde over dachten. Ik dacht, waar is iedereen? En uiteindelijk 2 jaar geleden kwam een nieuwe baan op mijn pad. Niet geheel toevallig, denk ik dan. En heb ik dus Willemijn ontmoet. En hebben we de positieve gezondheidspolie opgericht. Omdat we allebei dus een heel diep verlangen hadden om dus meer holistische zorg te gaan leveren. En ja, fantastisch om dus iemand te ontmoeten die ook helemaal op hetzelfde pad zit en dezelfde ideeën heeft. En inmiddels gelukkig ken ik steeds meer artsen en krijg ik een steeds groter netwerk om me heen van artsen die ook op dit pad zitten en het gevoel hebben dat het anders kan en anders mag. Ik ben mezelf eerst nog een beetje gaan bijscholen, want in onze gewone opleiding krijgen we dit helaas niet allemaal geleerd. Dus ook meer coachende vaardigheden, meer informatie over leefstijl. In principe is het dan nu zo dat patiënten bij ons komen. We, een beetje net als wat Tamara ook zei over eigen praktijk. Wij behandelen mensen eigenlijk gewoon op de gewone manier. Dus met eventueel medicijnen of zalven en dat. En juist voor de mensen die behoefte hebben aan een meer toch ook holistische aanpak of een bredere kijk, vragen wij dan of ze dat spinnenweb willen invullen. Ik geef het meestal mee dat ze dat thuis kunnen invullen. En dan komen ze een keer bij ons terug op de poli. En dan nemen we 1 uur. En dan gaan we echt een ander gesprek hebben. En 1 uur is dus echt heel lang. Want een gemiddeld consult duurt 10 à 15 minuten. Dus dan nemen we echt meer tijd om een ander gesprek te voeren. En dan is dat spinnenweb dus een hele mooie ingangstoel om het gesprek aan te gaan van, joh, wat is nou voor jou belangrijk? Wat is nou belangrijk voor jou? Waar word je blij van? En wat zou je eventueel willen veranderen? En het krachtige daarvan is iets wat Willemijn eerder ook al zei. Ja, ik kan wel gaan zeggen dat je moet stoppen met roken bijvoorbeeld. Maar ja, als jij denkt, daar heb ik echt helemaal geen zin in, gaat het niet gebeuren. Dus het mooie van dit is, je geeft echt autonomie terug aan degene die tegenover je zit. Wat is belangrijk voor jou en waar wil je iets mee doen? En het mooie is, het komt altijd op hele andere dingen uit dan... Natuurlijk willen mensen ook graag van hun huidprobleem af, maar het gaat helemaal nooit meer om dat hele huidprobleem. En er zijn vaak heel veel andere problemen die heel wezenlijk zijn en die veel urgenter zijn en die uiteindelijk ook invloed weer hebben natuurlijk op dat huidprobleem. Dus het hangt er een beetje van af hoe zo'n gesprek loopt in die end. Soms is het gesprek alleen al genoeg voor bewustwording aan de andere kant en gaat iemand er gewoon op eigen houtje mee verder. Nou ja, inmiddels kunnen we mensen ook een beetje op weg helpen als ze bijvoorbeeld iets met voeding willen veranderen of tips geven of dat. Zijn het meer serieuzere dingen, heel veel mentale nood zie ik. Nou, we hebben een verwijsnetwerk om ons heen van mensen uit andere disciplines waar we eventueel, als dat zou passen voor de patiënt, naar kunnen verwijzen. Ik ga het niet allemaal uitgebreid bespreken hoor, maar meer om je een beetje een idee te geven. We hebben natuurlijk op leefstijl mensen, eigenlijk Tamara hoor jij ook in dit rijtje natuurlijk. We hebben mensen voor mindfulness, coaches, psychologen. Nou, en de lijst is nog zeker niet compleet. Want er kan, ja, dit is echt groeiende. En het hangt er ook helemaal van af wat degene tegenover je graag wenst. En soms zijn er, als mensen bijvoorbeeld zeggen van joh, ik zou graag wel eens naar orthomoleculair therapeut willen of een acupuncturist, dan kunnen we ze ook meehelpen om een betrouwbare zorgverlener uit te zoeken. Want er zijn natuurlijk veel artsen in het reguliere circuit die echt heel veel alternatieve dingen als kwakzalverij zien. En ja, er zijn denk ik ook echt wel kwakzalvers, maar het is zaak om het kaf van het koren te scheiden. Want er zitten natuurlijk ook heel veel mooie dingen tussen. En ik geloof echt heel erg in en. Dus dat we samen echt hele mooie dingen kunnen bereiken. Dus wat mij betreft mag het samenkomen. En is ook een uitnodiging voor de patiënt van joh, meld het ook in de spreekkamer dat je andere dingen doet. Want wat mij betreft mag daar een shift gaan komen. Nog heel even kort, ik zal niet al te lang meer kletsen, maar ik vind dit wel, het is altijd misschien toch leuk om nog wat voorbeelden uit de praktijk te noemen. En ik had bijvoorbeeld een tijd geleden een vrouw met al eigenlijk haar hele leven eczeem, maar best sinds een tijdje behoorlijk heftig en heel onhandelbaar heftig. Dus ze kreeg het niet goed onder controle en ze kwam dus eerst gewoon bij mij op consult. En dus ik zei, joh, is er nog iets speciaals gebeurd toen dit begon? Nou, eigenlijk niet. Ik heb haar met zalven naar huis gestuurd. Ik zag haar terug voor de controle. En toen ging die huid wel al een stukje beter. Maar ze zegt, joh, ik heb eigenlijk nog eens over je vraag nagedacht. En er waren dus hartstikke heftige dingen gebeurd in haar leven. En dingen waar ze eigenlijk toch wel vrij makkelijk overheen gestapt was. En nog niet echt wel verlies van dierbare mensen in korte tijd. En door dit stukje bewustwording daarmee aan de slag gegaan met een coach. En mentaal veel beter in de vel gekomen. En de eczeem ging ook een stuk beter. Ik wil niet zeggen dat dat eczeem voor de rest van het leven nu verdwenen is. Maar je creëert een stukje bewustwording van die huid. Wil je op een liefdevolle manier toch iets vertellen? En de uitnodiging is van, waar is de disbalans op dit moment? En die vraag, is er iets speciaals gebeurd in je leven toen de aandoening begon? Stel ik nu steeds vaker in de spreekkamer. En je krijgt echt de meest wonderlijke antwoorden. Ik heb hem niet zelf bedacht, want ik heb natuurlijk een plaatje van dit. Het is een boek, Wanneer je lichaam nee zegt, van Gabor Maté. Echt een onwijze aanrader. Ik heb het boek zelf gelezen. Het is echt, hij is zelf ook arts en helemaal enorm verdiept in trauma. En hoe trauma's en dus vooral onverwerkte trauma's zich kunnen vastzetten in je lichaam en bepaalde gezondheidsklachten kunnen geven. De vraag is dan of je bij elke gezondheidsklacht het trauma moet aanwijzen. Maar het is zo mooi hoe die dat op de kaart zet. Want dat is iets wat ik ook echt nog nooit geleerd had in mijn hele opleiding. Een enorme aanrader. De laatste slide van mij. Wat kun je zelf doen? Ja, ik denk het allerbelangrijkste is bewustwording wat voor jou relevant is. En dat is natuurlijk dat hele concept van positieve gezondheid. Dus er gebeurt iets, namelijk je hebt een huidprobleem. Dat is het niveau waar het begint. En laat het een liefdevolle uitnodiging zijn om te kijken van wat is er uit balans in mij? En dan is die positieve gezondheid een supermooie tool om te inventariseren van waar gaat het supergoed? En waar rammelt het nog een beetje? En waar zou ik, degene tegenover je, waar wil jij iets aan veranderen? En natuurlijk is er leefstijl. Van voeding hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad. Super mooi om iets mee te doen. Maar Sommige mensen eten fantastisch, maar staan nog helemaal stijf van de stress. En ik denk ook zo belangrijk, hoe zorg je voor jezelf? Zelfzorg is ook zoiets wat we niet leren op school. En zeker vrouwen hebben er nog een handje van om heel goed te zorgen voor iedereen, behalve voor zichzelf. Mannen ook hoor, maar vaak vrouwen kunnen dit heel goed. En dus niet zo goed voor zichzelf zorgen. Maar het is zo essentieel. Zo, wat doe jij om goed voor jezelf te zorgen? En ik denk dat het heel belangrijk is dat we weer gaan mogen voelen. De verbinding tussen ons hoofd en ons hart herstellen. Die wat mij betreft in onze rationele wereld is die verbinding mijns inziens verloren gegaan. Lang niet bij iedereen hoor. Maar mogen we daar weer in terugkomen en voelen wat heb jij nodig en wat is belangrijk voor jou? En dan zullen wij er zijn om je daarmee op weg te helpen. En dit alles, allerlaatste, Mark, maar superbelangrijk, met compassie en mildheid. Hè, want sommige mensen kunnen dan denken, oh ja, maar is het dan mijn eigen schuld dat nu mijn eczeem niet goed gaat? Of nee, tuurlijk, niemand heeft ooit schuld. Maar ja, again, dus daarom is het zo belangrijk om het met compassie en mildheid te benaderen. En dit gaat nooit om schuld, maar laat het dus een liefdevolle uitnodiging zijn om te kijken wat het jou kan vertellen. Dit is wat ik wilde vertellen. Nou, prachtig verhaal, Karen. Super bedankt. Ja, lieve luisteraars, ik denk dat jullie wel snappen waarom dit dus zo goed bij elkaar aansluit. Ik denk dat vrijwel alles in het online leefstijlprogramma heb je aan bod laten komen. Het online leefstijlprogramma, de mildheid naar jezelf, de compassie voor jezelf, het voor jezelf zorgen. Ja, dat zijn echt zo'n belangrijke onderdelen van ons online leefstijlprogramma. Voor de mensen die nog geen lid zijn van het online leefstijlprogramma, jullie krijgen ook nog een uitnodiging om lid te worden. Dat je kosteloos mee kan doen, maar dat volgt allemaal via de mail. Echt prachtig. En ja, mensen vragen, waar is deze praktijk gevestigd? Waar kan ik naartoe? En kan ik een afspraak bij jullie maken? Kun je gewoon een doorverwijzing naar jullie vragen? Waar zitten jullie? Mensen willen jullie zien. Ja, nou, we zitten dus in Dermenhaven in Rotterdam. Dus het is een vrij gevestigde kliniek. En in principe hebben we gewoon wel een doorverwijzing nodig van een huisarts. We zijn wel gewoon een reguliere praktijk in die zin. Het is denk ik goed dat als een huisarts doorverwijst, dan kan die natuurlijk expliciet erbij zetten, verwijzen voor positieve gezondheid. En dan ter attentie van Willemijn of mij. En vaak wat we dan wel doen is eerst wel weer een gewone consult, toch? Dus de eerste consult is een gewoon normaal consult, hoe het bij ieder ander zou zijn. En dan gaan we eens inventariseren. En heeft iemand de wens, dan kunnen we dus een tweede, dus dat langere consult inplannen om het andere gesprek te hebben. Super. Nou, ik heb de website nog eventjes in de chat gezet. Oh, dus fantastisch. De website is wel een beetje aan een update toe, hoor. Dus... Oh. Maar goed, wij staan erop. Dus de basis staat erop. De basis staat erop. Nou, hartstikke goed. Kijk, en dan staan jullie al. Fantastisch. Nou, superleuk. Hey, we zijn er alweer doorheen. Ja, we hebben te veel gekletst, hè? Nou, ga ik nou ingrijpen? Hè? We hadden het besproken, maar dat was weer zo interessant. Dus ik denk, ik laat jullie ook maar gewoon gaan. Nou, ik zie mensen echt heel erg bedankt. Top, dankjewel. Fijne presentatie. Dus volgens mij is het hartstikke goed ontvangen. En volgens mij gaat het gewoon prima. Stel je nu dat je nog één vraag hebt tot toevallig hebt, dan mag het. Want, dan geef ik de aankondiging voor de volgende. Dat is, ga ik het even goed zeggen, dinsdag 30 augustus. En dat is samen met Annette Posma en Lisanne Kistra. En zij zijn van Alles is Gezondheid. En hij gaat over de impact van natuur op je gezondheid. Dus wat is de wetenschap echt daarachter? En wat doet natuur nou met je gezondheid? En dus waarom is het zo belangrijk om die natuur ook op te zoeken? En wat kan dat dus betekenen? Ik spiek eventjes dat hij weer even weg is. Nou, volgens mij zijn er verder geen vragen meer. Karen, Willemijn, super bedankt voor dit mooie en goede verhaal. Jullie krijgen dus straks de opnames toegestuurd. Denk je nou, ik ken nog wel iemand die dit kan gebruiken. Stuur maar gewoon door, dat maakt helemaal niet gebruik. Even kijken. Dat maakt helemaal niet uit. En dus je mag gewoon doorsturen. Het is geen beveiligde link of zo. Dus delen is juist hartstikke goed en fijn en nodig, denk ik ook. En Marielle zegt nog heel fijn om dit gehoord te hebben en weer een eye-opener. Zou graag eens bij ons langs gaan. Nou, dermenhaven.nl kan je vinden. En hartstikke bedankt allemaal. Hele fijne avond.